samen met Kimmetje mee. Die gaat op parcours. Waar ga je heen? Perso. En wat ga je springen? 11, 90. Hoe hoog is L? 90 centimeter. Dus we gaan nu het... Oh, het is wel droog op. Dus je gaat nu inpakken en wij gaan met Kim mee. Ze gaat met de veewagen en dan gaan we naar Bergsel. Dan gaan jullie meekijken bij Kim op parcours. Zo, Barbara rent weg. Ja, Christine, die is de... Christine is de moeder van Kim, die gaat natuurlijk mee. En vandaag gaan we met de veewagen. Dus het wagentje, er is al een keer gevraagd of we die van binnen willen filmen. Dus de klep is nu open. Waar Chris nu staat, daar kan je je zadel en je andere spullen kwijt. Dat heet de zadelkamer. En ik ga er even een hooinet in hangen. Zij gaat er een hooinet in hangen. Dan gaan we hier de laadklep op. Ik kan hier twee paarden in kwijt. En dan heb je hier het tussenschot. Die gaat zo meteen open, want op de achterste komt Henia te staan. En ja, dat is de achterkant. Ik zal hem nog even vanaf het andere deurtje filmen. Dit is ook een achteringang van het wagentje. Dus dan ga ik hier. Okay. Zo. Nou, dan heb je hier een soort bankje. Die kan ook open. Kan je eventueel ook een spul in kwijt. Opstapje. Hier ligt een bezem. Een luikje. En hier kan je dus twee paarden kwijt. 1 en 2. Hier is het tussenschot. Nou, spullen pakken en dan gaan we. Oh, Tessa die komt ook helpen. Lekker Tess. Ja. Nou ja, prima. Nou, dan gaan we eens even kijken wat ze allemaal meegenomen heeft. Ze heeft uiteraard de wedstrijdkleding. De broek heeft ze al aan, tada, met de laarzen. Maar een jasje moet ze nog aan. Zadel. Ik heb mijn zadel mee, ik heb mijn hoofdstel mee, mijn cap. Je poets daar? Ja. Ja. Poetsspullen, springschoenen. Natuurlijk heb ik ook een paspoort mee. Waar moet je een paspoort meenemen? Eigenlijk moet je altijd, als je onderweg zit, moet je een paspoort meenemen. Peeskappen. Geen vlaggen peeskappen vandaag? Nee. Gewoon blauw. Ja. Helemaal leuk. Ze zal wel met peeskappen in de veewagen moeten, Kim, want je hebt de transportbeschermers niet mee. Nee, we hebben niet. Snoepjes. Borsthuis. En jasje, mijn dekje zit in de hoes. Ja, handig. Alles heb. Zo niet, dan heb je een single? Ja. Nou, dan moet het lukken, denk ik. Ah, oké, okay. Die kan er ook nog wel bij. Nou, nu worden er peeskappen omgedaan en springschoenen. Dit is ter bescherming in de veewagen. Je hebt ook transportbeschermers, maar nu even niet. Die heeft moeders thuis laten liggen. Ja, die heeft moeders thuis. Helaas, ja. Moeders vergeten wel eens wat. Een beetje jammer. Kijk, Henia wordt nu aan twee kanten vastgezet. Nee, aan één. Oh, Henia wordt aan één kant vastgezet. En ze hebben een lekker hapje van onderweg. Dus dan kan ze mee op reis. Naar Bergshoek gingen we. Ja. Ja. Ga je mee nemen, Kim? Ja, ga gauw instappen dan. Ja, nou dat ga ik nu niet pakken, schat. Ik heb niet nu snoep. Oh, nou, ga je mee of niet? Hop, hop.
Ga erin dan. Ga je met mij mee? Oh, ze gaan met mij mee. Sorry. Zo, tot zo. Echt wachten, schat. Ik heb geen haast. Je mag even wachten. Waar ben je hier? Testios en ik waren de weg kwijt. Oh. Even wachten. Zo, kom maar. Hi. En we waren ook nog naar McDonald's geweest. Dus nu zijn we wat later. We hebben geen idee waar het was. Verkeerde routebeschrijving. Tip voor de organisatie. Als je nou evenementen aanmaakt op Facebook, zet dan het juiste adres erbij. We gaan even zoeken waar we heen moeten, want zelfs daar heb ik geen flauw idee van. Geen idee. Ik zie wel de ponies die kant op gaan, dus ik denk dat het daar ergens moet zijn. We gaan even zoeken. Goed, we hebben de weg naar boven gevonden. We moeten een berg op. Ja, een berg. Hier in Nederland hebben we geen berg, hè? Heuveltje. Dan beter we Rome mee kunnen nemen. Ja. Dan had ik niet hoeven lopen. Er komen ook paarden af. Oh, nou, dan gaan we samen op de roodje zitten. Er komen ook auto's vanaf, oké. Okay. Nou, spannend hier. Dan zoeken we nog even verder. We zijn inmiddels bovenop de berg gearriveerd. Daar beneden komen we vandaan. En hier zien we dan tenten en grasvelden. Ja, iets anders dan ik me voorgesteld had. Net zoals horsetent. Zoiets, ja. Daar zijn allemaal hindernissen. Dus dan gaan we maar richting de hindernissen en zullen we daar vast Kim vinden, denk ik, hoop ik. Waar? Nee, dat is geen Kim. Ik zie geen Kim, we gaan Kim zoeken. We hebben inmiddels ook kraampjes gevonden met van alles en nog wat. Dus dat is er ook. Nou, leuk, geinig. Tekkeltje, gezellig. Nou, helemaal leuk. Ik denk dat hier het loslaten... Oh, ik ben Tess kwijt. Tess? Oh, daar. Ik denk dat dat het losrijterrein is. Groot groen grasveld. Wel meer gras dan bij ons op de wei. Even zoeken hoor. Nu zoeken we heen, ja. Oh, ze hebben ook dressuur. Kijk, daar. Hier zijn ze dressuur. Ja, maar we zullen vast ergens ook Kimmetje hebben, neem ik aan. We zoeken Kim, nog steeds. We hebben Kim gespot. Ja, daar is ze. Ze is al aan het losrijden. Achterin is het losrijdterrein. Dus dan gaan we daar maar even heen. We hebben het gevonden. Daar zijn we. Hallo Kimmetje, je hamburger. Je hamburger. Ja, sorry. We stonden echt heel verkeerd. We hebben ook al een tip gegeven aan de organisatie. Zet het exacte adres op Facebook. Ik denk dat hier geen adres is. Nou ja, in ieder geval iets waar je heen moet navigeren. Want er stond nu iets van Meeuwelaan. Dat was midden in een woonwijk. En toen zijn we, toen was het vliegenzwamziekje nog een keer. En Christine kwam met honingzwamziekje nog een keer. Dus uiteindelijk hebben we het gevonden dan. Zo. Oh, Kim gaat er weer vandoor. Zo, met de zweep. Waarom ga je, neem je je zweep mee? Met je zweep, oké. Okay, dus dat is je aanwijzerstok, je toverstaf. Toverstaf. Akakadabra. Nou, zullen we? Ja. Wat gaan we doen? Doorlopen. En wat betekent dat? Ja, kijken welke nummertjes je moet springen. Oh, dus dan loop je eigenlijk wat je zat straks springt? Ja. Oké. Okay. Nou, wij gaan achter Kim aan. Kim begint bij 5. Ja, ik begin bij 5 en dan afstellen. Ik denk dat ik gewoon bij 1 begin. Een goed plan, meid. Oh, ik zie het bord start al. Ja, ik zie ook iedereen met z'n 1 al. Ik zie iedereen met een zweep lopen. Nou ja, bijna iedereen. Het wordt lekker om te houden. Ja, dat kan. Tip van Kim. Neem je zweep mee bij het parcours lopen. Dat is makkelijker onthouden. Me again. It's the world, and I'm getting tired of fighting fly like Sue.
oranje. Tadaa. Ja, is toch gek, die bloemen tussen die bosjes. Ik vind het gek. En daar is Tessa, die is aan het stappen met Henja. Die vindt het prachtig. En Henja is helemaal relaxed. Ja, nu wel. Nu wel, straks niet. Straks gaat ze vol ervoor. Nee, maar toen hier aankwam. Oh, ik ga in het midden staan. I see you later. Nog even snel. Hier hangt inderdaad dan nog. Oh. In de barrage. Kim is aan het inrijden. Zoals we wat sprongetjes gaan nemen. Vanaf hier, vanaf de tent mag ik filmen, dus dat is super gaaf. Ik zal er wat dichterbij brengen. En Tessie zit te kijken. Het struikje. Het is ver weg hoor. Kijk maar. Helemaal daar. Hey Tessie, mag je even uitstappen? Ja. Leuk hoor. En ons Kimmetje, die loopt naast. Ja, moet ik daar nou maar over zeggen? Niks. Knippen er gewoon onderaan. Zo gaat dat, als je eraf valt, loop je ernaast. Oh. Nee hoor. En we mogen weer naar beneden de berg af. We hebben hier een pakezel. Tadaa. Ja, zo gaat dat. En Tess heeft het voor elkaar, die hoeft niet te lopen. Zo Kim, hoe vond je het? Ik vond het leuk, alleen jammer dat het afgevallen was. Ja, dat was zeker jammer, maar wel goed gesprongen. Toch? Ja. Ja. Hoe heette het hier? Weten we dat? Bergse Hoek. Bergse Hoek. Oh, kijk, en nee, jij krijgt een aardbei. Oh. Bedankt voor kijken, geef me een duim omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dus, doei! Doei Kim! Doei!